voor de mensen die mij niet mochten kennen, ik ben dus Jean-Paul Van Dam, freelance journalist van onder andere Story, Dag Allemaal, Privé. Het is nu precies een maand geleden dat mijn hartsvriendin Catherine is komen te gaan. En ik zit momenteel een beetje in de zak en as vanwege het feit dat ik nog altijd als topverdachte door het leven ga op de moord op Catherine. Vandaar dat ik deze opname heb georganiseerd met de medeverdachten in de zaak. Dat zijn Pierre Dubois, Frederik van Hooy en de zus van Catherine, Delphine Verdonk. Ik heb sinds vanochtend net te horen gekregen dat ik ook geschorst ben momenteel door het internationale persagentschap. En vandaar dat het heel belangrijk is dat u mij straks gaat aanwijzen wie de moordenaar is. Kijk, ik heb hier eens een aantal elementen op een rij gezet. En ik moet jullie om te beginnen vertellen dat ik onder een voorwendsel naar het hotel ben gelokt waar ik met Catherine vroeger al eens had afgesproken. Als je er even de foto uit het dossier bij haalt, dan zie je daar de getypte boodschap staan: verras mij en kom je ring halen. Mijn zegelring, ik draag die normaal gezien constant, alleen tijdens het vrije. Ja, dan doe ik die uit en op een bepaald moment ben ik tot de constatatie gekomen dat mijn zegelring er niet meer was. Dat hij gestolen was, dat hij verdwenen was. Nu, één ding is duidelijk, ik dacht dat Catherine mijn ring had genomen samen met mijn gsm-toestel. Vandaar ook dat ik dacht dat Catherine mij had uitgenodigd om naar het hotelletje te komen. Maar het blijkt achteraf dat ik onder een vals voorwendsel naar daar ben gelokt. Dus de moordenaar heeft me kennelijk naar daar gelokt. Eens ik aangekomen was aan het hotelletje, werd mijn aandacht onmiddellijk gewekt door het lawaai die kwam uit de dubbele garage die ik vlakbij huurde. Ik ben onmiddellijk naar binnen gegaan en heb daar het levenloze lichaam aangetroffen. In haar wagen. Die stond daar te draaien. En het leek op het eerste zicht zelfmoord of een ongeluk. Het onderzoek wees uit dat Catherine bewusteloos was geslagen. En dan komen we nu aan het bezwarendste element dat mij persoonlijk enorm ten laste wordt gelegd. Dat is de afdruk van de zegelring op haar wang. De vraag is natuurlijk, door wie ben ik erin geluisterd? Door Delphine? Door Frederik, de bedrogen echtgenoot, die zich toch een beetje aangevallen voelde door mij? Of door Pierre Dubois, ondergrondfiguur, cocaïneboer, bij wie Catherine nog duizenden euro's schulden had? En bovenal chanteerde hij ook Catherine met foto's van haar en mij, die hij wou geven aan Frederik als ze niet zou betalen. Ja, ik heb ook vernomen dat Pierre Dubois bezwarend fotomateriaal aan de politie zou hebben overhandigd. Dan stel ik me natuurlijk de vraag van, om foto's te hebben, moet er ook iemand aanwezig zijn om ze uiteraard te nemen. Dus dan moet Pierre Dubois daar toch ook aanwezig geweest zijn in de buurt van het hotelletje. Ik ben ook maar een mens. Ik heb ook al fouten gemaakt. Zoals onder meer de relatie met Delphine. Ik zocht al een tijdje toenadering met Catherine voor een exclusief interview voor de Dag Allemaal, maar ze heeft me telkens wandelen gestuurd en daarom heb ik eigenlijk Delphine een beetje gebruikt, zeg maar misbruikt, om tot bij Catherine te komen. En toen ik Catherine voor de eerste keer ontmoette, dan is van het een het andere gekomen. Het ging niet goed met haar relatie met Frederik. En zo zijn we wat closer in contact gekomen met elkaar. En van het een is het andere gekomen. Ik hoef je daar geen tekening bij te maken. Je weet wel hoe dat gaat, maar laat één ding duidelijk zijn. Ik hield van Catherine.
bezeten. Bezeten van jou. Ik word bezeten. Bezeten door jou. Kun je bezitten. Kun je bezetten. Kun me bezatten. Bezatten aan jou. Ik ben bezeten. Bezeten van jou. Ik word bezeten. Bezeten door jou. En voor jou. En door jou. En voor jou en van jou alleen. Laat me branden. Branden in jouw heel. Laat me schroeien aan jouw vel. Vervoer me en ontroer me. Heb me lief. Ontvoer me nu. Mijn hart te dief. Ik ben bezeten. Bezeten van jou. Ik word bezeten. Bezeten door jou. En voor jou. En door jou. En voor jou. En van jou alleen. Je bent zo rond. Waar je rond moet zijn, lekkere kont, lekkere lekkernij. En die rode mond, en die slanke lij. Lekker dier, je bent van mij. Ik ben bezeten, bezeten van jou. Ik word bezeten, bezeten door jou. En voor jou. En door jou, voor jou en van jou alleen. Jij bent er, die mijn honger stilt. Ik leg me aan je borst. Jij bent er, die in mijn handen trilt. Ik leg me aan je borst. Ik ben bezeten. Bezeten van jou. Ik word bezeten. Bezeten door jou. En voor jou. En door jou. En voor jou. En van jou alleen. Voor jou. En door jou. En voor jou. Van jou alleen. Ja. Ik zou dus willen beginnen met te zeggen dat het mij bijzonder tegenstaat dat ik hier die verklaringen moet afleggen. Waarom? Omdat jij het dus zei, Jean-Paul, die de vraag stelt. Hè? Je weet, ik apprecieer u in de verste verte niet en in mijn ogen zet jij een ambetant, gevaarlijk manneke. Ik zeg het je vlak af en wat je er achteraf mee doet, dat kan me niet schelen. Maar in alle geval, zo is het en zo denk ik er dus over. Oké? Okay? Ik zou persoonlijk liever hebben dat je de opname hier eerst opzet, want zelfs nu na zo'n lange periode, als ik het over haar heb, dan heb ik nog altijd zeer moeilijk. Spijt. Stop. Camera stil. Daarna zou ik onmiddellijk daar willen aan toevoegen dat ik dus in mijn ogen en in de ogen van de mensen buiten alle verdenking sta. En als je daar eventjes over nadenkt, dan is dat ook logisch. Ten eerste heb ik mijn vrouw altijd graag gezien. Ik leg de nadruk op het woord altijd, want ook nadat ik zeker wist dat ze mij bedroog, heb ik haar nog altijd graag gezien. Het is precies dat soort liefde, neem me niet kwalijk, dat vandaag misschien een beetje uit de mode is of hij. Het is precies dat soort liefde dat mij heeft aangezet om dat te kunnen volhouden door al die situaties door. Ik kan u verzekeren,
Als je dan verneemt dat je vrouw er niet meer is en de manier waarop dan nog, dat doet iets. Dat gooit een mens volledig overhoop. Maar laat ik niet vooruitlopen op de feiten. Ik ben op een gegeven moment met haar gaan praten. Dus te zeggen, ik heb de plannen opgevat of het plan opgevat om met haar te praten en haar te ontmoeten in een rendezvous-hotelletje. Dat is dus om verschillende redenen niet gelukt, maar dat was de reden waarom ik mij daar bevond. Gewoonweg om met haar te praten en die ontrouwens glashelder te bekijken in alle mogelijke richtingen van alle soorten van kanten. Zowel de kant van haar als de kant van mij. Je weet zelf ook, Jean-Paul, er zijn alle soorten van theorieën geuit. Iedereen heeft er wel zijn versie over. En een van de bewijsstukken die regelmatig naar voren worden geschoven op een of andere manier, ten onrechte vind ik persoonlijk, uiteraard, is de foto van mijn wagen voor het rendezvous-hotel, voor het Goor-hotelletje. En dat wordt dan gebruikt als zijnde het bewijs van mijn aanwezigheid daar. Dat is natuurlijk ridicuul, want als die persoon in kwestie dat zou willen bewijzen, hoe dan ook, met een foto, dan had hij evengoed mezelf kunnen fotograferen in combinatie met de wagen, of mezelf alleen in de buurt van het hotelletje of in het hotelletje of weet ik veel. Tegenwoordig met alle soorten van technische mogelijkheden is dat geen enkel probleem meer. Dat is dus blijkbaar niet gebeurd. Er is alleen maar de foto van mijn wagen voor het hotelletje. Neem me niet kwalijk, dat was ook de mening van de gerechtelijke instanties. Dat betekent dus niks en dat bewijst zeker ook niks. Dat is mijn persoonlijke overtuiging. Ik denk dat iedereen er zo moet over denken. Nogmaals, het is ondenkbaar dat ik het zou gedaan hebben. Ik haatte de mensen als Pierre Dubois bijvoorbeeld, die haar aan de drugs heeft gebracht en die ervoor gezorgd heeft dat ze op een zijspoor is geraakt. Ik haatte die als de pest. En ik zelf heb altijd geprobeerd vanuit het beschermen en ver van die dingen af te houden. Maar ja, zij was een zelfstandige vrouw en ze heeft haar eigen pad gekozen. Ze heeft haar eigen weg gekozen, om het zo te zeggen. En ze is natuurlijk op die manier in de vernieling geraakt. Dat is bijzonder jammer en ik moet u eerlijk zeggen, nu ze dood is, hou ik het nog altijd van haar en ik heb het nog altijd bijzonder moeilijk om los te komen van het beeld, ook al heeft ze mij, laten we dat maar toegeven, op een schandalige wijze bedrogen. Variatie en fantasie samen spelen, stimuleren, zei de heer tot zijn lady. En hij bindt haar handen vast en ze legt zich naakt op bed, terwijl hij bovenop de kleerkast het hele spel in scène zet. Verkleed als sorrow stort ik me op jou. Hier als een wilde toro neem ik jou tot vrouw. In een stille villa wijk werden ze gevonden, een bloot vrouwenlijk met de handen vastgebonden. En in de slaapkamerkast een gemaskerde heer, hij was veel te zwaar en de kast die stortte neer. Verkleed als sorrow als een wilde toro neem ik jou tot vrouw. Verkleden als toro, dat zou hij zich en zo
Zo is hij neergekomen in een dodelijke salto. De kast die is bezweken, hij bezweek even zo. En iemand hoort haar gillen en smeken in een afgelegen bungalow. Slaapkamermeubels van onbesproken kwaliteit. Die hebben we hard nodig in deze moderne tijd. Ben ik goed zo? Ik ben dus Delf. Oh nee, maar ik ben niet geschminkt. Nee, nee, ik wil dat niet. Dus ja, over mij persoonlijk, ja. Ik wil eerst en vooral zeggen dat ik Catherine heel erg bewonderde. Ja, dat is echt waar. Ik zei altijd tegen haar, je bent goed bezig. Catherine, je bent goed bezig. Maar ze was goed bezig. Ze was echt, haar carrière was een zeer grote, aan het bloeien eigenlijk. En dan opeens, ja, het enige wat wij, alleen wat ik wel niet leuk vond, dat ze aan cocaïne verslaafd was, maar zwaar hoor. Dat was echt heel zwaar aan cocaïne verslaafd. En het schijnt dat cocaïne depressies in de hand werkt. Dus ze had al een paar zelfmoordpogingen achter de rug. En het zou mij eigenlijk ook niet verwonderen dat dat ook een zelfmoordpoging was. Dat kan toch, hè? En ten tweede was ze ook nymphomaan. Ja, dus ze had eigenlijk nooit genoeg. Ze neukte dus met verschillende mannen tegelijk. Ja, Jean-Paul was ook niet de enige, je weet dat, hè? Het is ook zo dat ze altijd, als ik een vriendje had, dat zij die dan moest afpakken. Nee, natuurlijk vond ik dat niet leuk. Dat kwetste mij. Maar als je met iemand ziek samenleeft, dan leer je dat begrijpen, dat dat een ziekte is, dat dat een drang is. En op den duur kon ik je dat wel ergens plaatsen. Ik was eigenlijk ja, meer gekwetst omdat die vriendjes dan met haar dat dan deden. Toen, ja, wat ik ook wil zeggen, ik was dus op het moment foto's aan het nemen bij Pierre. Pierre had dus gevraagd of ik eens wou een model staan. En ja, ik zeg, dat kan eigenlijk geen kwaad. En toen kreeg ik eigenlijk tele... Toen kreeg ik eigenlijk een telefoontje van die moord. Ik vind het ook heel erg voor Frederik dat hij er op die manier is achtergekomen dat zijn vrouw dus vreemd ging. Wie ik verdenk, ja, Jean-Paul weet het. Ik vind dat zeer verdacht dat hun zegelring in haar kaak stond. En ja, moet jij vertellen dat ik heb schrik om hier te zijn, hè. Mocht jij vertellen dat die zegelring dus gestolen geweest is, maar ik geloof dat niet. En ik vind het ook zeer verdacht dat die ring achteraf gevonden is in uw huis. Ik vind dat raar. Het is wel zo dat ze dus knock-out geslaan is met die ring, Jean-Paul. Dat is toch zo? Ja? Dat is het lijkschouwingsverslag. Heeft daarachter gekomen dus dat ze knock-out geslaan is met die ring. En ook dat ze gestorven is aan zo stekken van een monoxide, een koolmonoxide, een koolstofmonoxidevergiftiging. Dus koolstofmonoxidevergiftiging, daarvan is ze eigenlijk gestorven. Dus die ring heeft daar gewoon bewusteloos geslaan en dan is ze eigenlijk gestikt. Ja.
Dat is alles. Zwarte nacht, doet het lijken of je hier wordt verwacht. De weg is lang, je bent zo moe. En je ogen die vallen nog maar eens toe. Motel droomhoofd, het lijkt je wel. Kleine kamer met een bed en een bad. En met een poster van een Zuiderstrand. Met een meisje erop, verder niets aan de wand. Je droomt van een luik achter de prent. En een motelbaas die vertraai je voor geen cent. Je droomt van een meisje dat slaapt in dit bed. En dan sluipt hij naar binnen, zijn mes pas gewet. Ach, motel droomhoofd, roep je gesmoord. Daar wordt een meisje in koelen bloeden vermoord. Je denkt bij jezelf, het was maar een droom. Een droom van een moord door een fantoom. Maar maanden later op de tv. Opsporing verzocht, werk toch met ons mee. Meisje vermist. Bij Droomoord Hotel. Ja, Droomoord is de naam. Maar dat wist je al wel. Baas van motel, hij wordt verhoogd. En hij bekent, ja, 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 ik heb gemoord. Maar ik werd daartoe wel aangespoord. Door een droom van een moord. Ach, goeie God, mijn eigen droom werd verhoogd. Zeg, hé. Wow. JP, jong, ik had het niet herkend. Zeg, jong, dat deed mij schrikken, hè. Hey, je mocht dat niet meer doen, even mijn hart, hè. Zeg, hé, dacht dat je mij ook kwam vermoorden. Wat is het probleem? Hé? Ja, dat is gewoon apparatuur dat je hebt, hè. Gewoon marchandis dat je hebt. ja, wat kan ik zeggen? Wacht. Zet mij er eens. JP, ik wil u helpen, hè, maar je moet geen slechte dingen over mij schrijven, jong. Veel, ik verdraag veel, maar je moet geen roddelpers van mij gaan maken, hè, jongen. Het is lang geleden en ik moet dat nog doen. Ja, ik versta dat wel, jong, dat jij met Katrien in je kop zit. Dat ze je beschuldigen van al die dingen, maar ik zit er voor niks tussen, hè. Moment, ga je stanken. Wil jij betalen misschien?
Dat wil je alles zitten opnemen, hè? Ik voel me precies een filmster. Ja, dat Katrien er niet meer is, het ook zwaar gaat zijn, maar het leven, hè. Erdoor, hè. Ik moet weten, ik heb nog altijd 10.000 euro schulden van haar. 10.000 euro geld heb ik gekregen, hè. Met een aft. Want voor de rest van mijn leven met dat geld voor niks te rijden, hè. Begrijp dat, Jean-Paul, begrijp dat helemaal, dat jij daar probeert van er van eruit te komen, dat je het niet gedaan hebt. Nou, wat een tijd is, ofzo, maar... Het laatste moet leven, hè. Hey. Wat drukte plaatsje vinden ze? Moet je gewoon met dam doen? Wat drukte allemaal uitleggen? Hier hebben ze maar makkelijk allemaal en een keer rijden. JP, ik vind dat je overdrijft, hè. Mocht je me stoppen. Ik stop hier. JP, ik stop hier. Ik wil nu dat je dat spel hier afzet, hè? Of je mocht uitstappen, hè? Vertel niks, hè? Je zet dat nu uit en je mocht weggaan. Ja, JP, jij weet ook dat ik een paar foto's aan de flikken heb gegeven. Kwestie van mij vrij te pleiten, natuurlijk. Maar ook voor andere redenen, ik ga dat subiet uitleggen. De eerste foto is een deen. Wat zien we hier? Dat is dus de auto van Frey. Voor het hotel, waar dat Katrien en jij afgesproken hadden. Ja, en meerdere keren afgesproken hadden. Sorry dat ik het zeg, maar ik weet het. Dat zegt natuurlijk niks over wat dat er gebeurd is. Maar dat zegt wel veel over de Frey natuurlijk. Wat ik denk, hè. De Frey, zijn auto staat daar, dat hem u gezien heeft, Ginder. Dat hem wist dat Katrien Ginder een afspraak had met u. En dat hem tilt is geslaan. Op de een of andere manier stoppen erdoor. En dat hem in koelen bloeden haar is gaan afmaken. Dat is een theorie. Ofwel, kan het ook zijn dat hem... Dat die foto natuurlijk een heel stuk vroeger gemaakt is. Niemand zegt dat dat... op dat moment gemaakt is van de moord, hè. Als Frey zijn auto daar staat, en dat is van een vroeger tijdstip, dat hij dus die moord kan voorbereid hebben. Hè? Dat hij dat kan voorbereid hebben, dat hij uw ring kan gestolen hebben, dat hij die een moord op Katrien kan voorbereid hebben, en dat hem ook de schuld in uw schoenen kan geschoven hebben met excuus van, jij hebt het gedaan en ik niet. Voilà. Maar ik heb hier wel het bewijs kunnen aan de flikken geven dat zijn auto Ginder gesignaleerd is. Daar had hij niet op gerekend. Tweede foto dat ik hier heb. Dat is de jij. Voor de auto van de Frey, voor het hotel waar dat jij met Katrien zat te karjassen. Sorry. Dat bewijst natuurlijk veel, hè. Maar er is iets speciaals aan die foto. Je moet mij een keer zeggen wat. Denk eens, hoe 5 minuten na bekijkt hij een foto goed en er is iets dat eigenlijk JP u vrijpleit dat je niet gedaan hebt. Kijk eens goed. Zie je het nu? Wacht. Ik heb hier nog een detail. Hier verlaat jij... Ja, je staat te kijken van die foto. Die heb ik niet aan de flikken gegeven. Hè. Hier heb ik nog een foto. Hier verlaat jij juist de garage waarin dat de auto staat, waar Katrien vermoord is. Hm? Hier zit het beter. Zie je niks? Zie je niks? Kijk eens goed. Nog altijd niet. Ik heb een detail gemaakt.
Zit het hier nu? Ja. Je hebt uw ring niet aan. Inderdaad. Dat is een detailopname, is niet scherp. Sorry, maar... is niet scherp. Maar uw ring is daar niet aan. Wat bewijst... JP, dat jij het niet kunt gedaan hebben. Want Katrien is doodgeslaan... met... uw zegelring. Daar hebben ze een afdruk van gevonden. En je hebt hem daar niet aan. Dus jij kunt het niet gedaan hebben. Los van die foto's dat ik aan het gerecht gegeven heb en die dat ik u nu juist getoond heb, heb ik hier nog een paar foto's. hier, ik ga die er een uithalen. Verschiet niet. Delphine. Delphine in haar grote bedoelingen. Ja, JP, je moet weten, ik wist dat jij een verhouding had met Delphine, maar ik wist niet dat dat nog altijd aan de gang was. En ik vind wel dat je dat niet doet. Je moet weten waar dat je aan toe bent. Je hebt Katrien of Delphine, de twee samen, dat doe je niet. Dat kijk dat toe, ja. Maar jij niet, jong. Jij bent een journalist en ik kan mij dat permitteren. Jij niet. Hier, die foto, dat is gemaakt op een dag dat Katrien vermoord is. Dat is goed bekijken. Dat is meteen ook ons alibi. Van ons alle twee. Dat we het niet kunnen gedaan hebben. Want die foto, en dat kunnen we bewijzen, is gemaakt op de dag van de moord. Vind je het een schone foto? Ik wel. Je moet weten dat Katrien ongeveer een 10.000 euro schulden had bij mij. Hè? Ik bedoel, als je een omelet wilt bakken... En de eieren nodig, hè? Ik bedoel, als je wilt snuiven, like dat Katrien snuift, dan moet er geld op tafel komen. Dat komt niet zomaar uit de lucht gevallen, hè? Ik bedoel, ik heb haar dat geleverd, al die tijd. Verdikke. Dat ik Katrien zou vermoorden omdat ze nog zoveel schulden heeft aan mij. Dan kende mij niet. En dan kan haar ook de business niet, jongen. Ik ga toch mijn eigen kip met de gouden eieren niet slachten, hè? Hey? Ik bedoel, levend. Is er nog altijd een kans dat ze mij het geld ging geven? Hè? Dood niet meer, hè? Dat is gedaan, jong. Dat is voorbij, hè? Ah ja, hè. Dus los van het feit dat ik haar eens wilde herinneren aan de schulden dat ze mij nog had, was het, vind ik ook, dat mijn morele plicht was om de Free in te lichten. Hè? Ik vind, ik ben een rechtschapen mens altijd geweest, mijn ma heeft het altijd gezegd. De Free werd bedrogen, hè, jong. Door u, hè. Door haar, hè. Je moet dat niet vergeten, hè. Dat is niet zomaar... ze was getrouwd met hem, hè. En ik vond het mijn morele plicht om de Free daarvan in te lichten van... Jongen, pas op. Uw vrouw bedriegt u met een gast. Toevallig zei jij dat. En wat ik ook nog wil zeggen... Je zou kunnen zeggen van, jammer, als de Free er was en als de JP er was, wie heeft dan die foto's gepakt? Ah, hey, Bibi zeker? Hé, hey, dat manneke, hier ze, mijn alibi. Delphineke, wij waren foto's aan het pakken. We waren niet op de plaats van de moord. Zo slim ben ik wel. Ah, dat was een van mijn assistenten die er was om die foto's te pakken. Zo slim ben ik wel. Ja, we zouden nog kunnen zeggen, mijn assistent heeft het gedaan. Die wordt betaald om foto's te pakken, niet om moorden te plegen, want de prijs daarvan ligt veel hoger. Voilà. Ik heb eigenlijk alles gezegd dat ik weet. Die een foto krijgt, cadeau. En die een foto krijgt ook, cadeau om je vrij te pleiten. Maar... het is tijd. Ik heb nog andere dingen te doen, jongen. Mensen moeten nog werken ook. Ik zei niet gelijk jij, vooruit. Trap het af. Doe de rest zelf al dat je wilt. Maar laat mij niet rust. Ik zal u aan de kant.